eigenlijk zie je dat de moeilijke fase ook nog voor een deel gaat komen. Want we worden nu wel kritischer, we gaan vragen stellen, we gaan terugblikken. En langzaamaan gaan ook de belangen meer uit elkaar lopen. Waarom krijgt de ene wel steun, de andere niet? Zijn die versoepelingen eerlijk? Is het crisisverloop eerlijk geweest voor iedereen? En naarmate we verder afkomen van de crisis, gaan we dus steeds meer zien dat er kritische geluiden beginnen te ontstaan en tegenstrijdige belangen. Een van de lessen die ik denk die hieruit te halen zijn, is bijvoorbeeld dat zo'n crisissituatie niet alleen maar puur iets is van overheidsinstanties of mensen met zwaailampen. Eigenlijk heb ik gezien dat nou ieder bedrijf, iedere branche en onze universiteit ook in een soort crisissituatie terecht is gekomen en iedereen crisismanager is. Hoe heb je je snel kunnen aanpassen? En wat heb je daarvoor nodig om dat de volgende keer ook te kunnen doen? Natuurlijk moeten we wel uit deze pandemie leren hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat betekent dus dat de virologen gaan kijken, wat zijn de effecten van zo'n virus? Welke maatregelen kunnen we nemen om zo'n virus in te dammen? Maar dat is puur de virologische en de gezondheidskant van deze crisis. Een volgende keer is het misschien een cyberaanval. Of wie weet komen er marsmannetjes binnenvallen of zombies. En dan heb je andere experts nodig. Dus vanuit de crisis gaat het er veel meer om. Kunnen we snel de goede experts aan tafel schuiven? Kunnen we bepalen wat zij nodig hebben? Welke maatregelen nodig zijn? En kunnen we die snel implementeren? Stel dat er bijvoorbeeld de volgende keer een app nodig is weer, maar die iets anders doet. Kunnen we dan sneller door het proces gaan om zo'n app veilig te ontwikkelen? Dat zijn zaken die we uit deze crisis moeten leren, naast wat de virologen hieruit gaan halen.